En dan dit weekend was het WK Shorttrack in Rotterdam. En vandaag werd het nieuwe shirt van het Nederlands elftal gepresenteerd. Dus het is hoog tijd voor... Abendshow Sportstudio met zoals elke maandag onze vaste sportredacteur Diederik Smit. Ja, Diederik, welkom. Dankjewel. Ja, ik dacht dat het een Kamerlid was. En ja, dan zie je op de schermen dat het AI is. Dan weet je dat je het weer fout hebt. En ja, waar het dan aan ligt, dat is moeilijk te zeggen. Maar ja, morgen weer een kans. En ja, ik moet gewoon positief blijven. En We gaan even naar het WK Shorttrack. Ja. Ja, dat was dit weekend in Rotterdam, in Ahoy. Mm-hmm. En ik ken Ahoy vooral als concertzaal. Ja. Maar vorige maand was het ABN AMRO tennistoernooi ook al in Ahoy. En nu de Shorttrack. Kunnen we Ahoy nog wel een concertzaal noemen? Nou ja, je ziet wel dat ze ook tijdens zo'n toernooi... dat ze wel proberen om die muzikale identiteit van Ahoy om die, ja, in ere te houden. En ze zorgt dus gewoon in de eerste races na 2 jaar weer... voor dat iedereen nerveus wordt hier en ze zit de boel op scherp. Kijk, ze heeft niet voor niks al 11 Olympische medailles. Hè? En ze draait al jaren mee. Ze zit zoveel ervaring in haar hoofd. Ja, dit voelt nog best wel als Ahoy. Ja. Ja, ja. Maar leidt het niet een beetje af voor de tv-kijker? Ik vond het niet afleiden. Ik vond het ook hier niet afleiden. Wat ze moet verbeteren en toen had ze nog gelijk te pakken. En dat is nog wel bijzonder, Jorien, hè, dat zij dit nog moet leren. Ja, nou, dat valt wel eens vaak als je al zo goed bent... dat je eigenlijk je basis vergeet. Oké. Ja, ging wel, toch? Ja. Ja. En ik vond het ook hier vond ik het niet storend. We gaan zo natuurlijk beginnen met de vrouwen. Ja, daar zien we Velsboer, Schulte, Michelle Velsboer en Henk Sandra. Ja, ik vind het wel afleiden trouwens. Ja. Maar die muziek was niet tijdens de wedstrijd, neem ik aan. Nee, tijdens de wedstrijd was het wel een stuk rustiger. Zo rustig dat de commentator er moeite mee had. Ready. Het is doodstil. Dit lijkt me niet iemand die het commentaar moet gaan doen bij de doder, denk ik. Nee. Ja, hij heeft het 1 keer gedaan. Dat was het jaar van, je kunt hier een speld horen vallen. Echt, iedereen is stil. Ik heb echt kippenvel. Nog 30 seconden tot het Wilhelmus. Ja, oké, okay, ja, het is dus wel eens voorgekomen. Het is wel eens voorgekomen. Ja, zeker. Ja. Ik wil even naar het schaatsen zelf dan. Hoe hebben de Nederlanders het gedaan? Want wij zijn toch heel goed in shorttrack, hè? Ja. Shinky Knecht bijvoorbeeld. Ja. Het aanmaakblokje van Lemmer. Ja, Sinky Knecht die was er nu niet bij, niet gekwalificeerd. Hij heeft ook privé een druk jaar gehad. Ik las dit. Sinky Knecht is voor 3e keer vader geworden... en baalt van zijn eigen gedrag. Het is zuur. Wow. Ja. Ja, ik denk dat hij heel realistisch is. Kijk, als zoiets 2 keer gebeurt, dan kun je nog zeggen dat is een incident. Maar ja, als het 3 keer gebeurt, dan moet je ook gewoon kritisch kijken... naar je eigen rol in de hele situatie. Oké. Nou, geen Shinky dus, maar wel Suzanne Schulting. Ja, voor Suzanne Schulting viel het toernooi een beetje tegen. Op de 1500 meter haalde ze de finale niet, omdat ze ten val kwam. Op de 500 meter werd ze gedisqualificeerd, omdat ze een tegenstander had gehinderd. En op de 1000 meter viel ze weer en brak ze er enkel. En ja, dat is ook topsport. Je gaat voor 3 keer goud en uiteindelijk wordt het 1 keer gips. Ja. Wat sneu. Zeker. Ja, er was trouwens nog wel wat te doen over die valpartij... Want volgens Schulting kwam ze ten val door een fout van haar Belgische tegenstander, Hanne de Smet. Ik lag gewoon op koers voor goud. En ja, dat Hanne de Smet mij de baan uitkegelt. En dat is niet de eerste keer dit weekend, dat mag ook best gezegd worden. Zijn we nou alweer genaaid door de Belgen? Waarom maken Belgen altijd alles kapot? Nou, omdat ze dat leuk vinden. Maar volgens de Smet was het dus niet haar schuld. Ja, ik vind het alleen haar schuld eigenlijk. Ik heb niks gedaan. Schuld van Suzanne Schulting. Ja, ik zat voor haar. Zij moet mij niet vastpakken. Dus ze ontkennen het ook nog? Ja, en Suzanne Schulting was daar ook niet van onder de indruk. Maar zij gaf jou de schuld, net voor de camera. Oh, ze geeft mij de schuld. Ja, nou ja, dan als dat haar manier van denken is, dan moet dat zo zijn. Ja, dus... Volgens de Smet is het de schuld van Schulting. En dat is toch een beetje de Smet op het toernooi van Schulting. Ja, dit is gewoon Shakespeare. Dankjewel. Ja. Hoe deden de andere Nederlanders het eigenlijk? Ja, sommigen vielen mee, sommigen vielen tegen. Maar ze vielen in elk geval wel. Van der Goud ziet 2 man voor zich uit. Maar blijft niet op zijn poten staan. Daar komt... Nee! Velsenboer zal het gat hier moeten slaan.
Oh, en die gaat blokkend naar de kop. En Michelle Velsenboer is gevallen. Twee Canadezen nu van het woud. Kom, kom, kom. Nee, vooruit, over en dan weer door. Maar nee, dit kan dan niet. Oh, is dit nog wel short track? Ja, het is meer curling op deze manier, hè? En dat is ook leuk, maar het is wel echt een andere sport. Ja, goed. Tot zover het short track. Dan heb ik hier staan de ingooi van de week. Ja, dat is een nieuwe rubriek. De ingooi van de week. Ik zou zeggen, gooi de bumper er maar in. De ingooi van de week. Dank je wel. Heb je dit zelf gemaakt? Nou, ik heb dit laten maken. Door zo'n bureautje. Ja, het kost klauwen met geld, maar ze leveren wel. Ja, oké. Nooit meer doen. Ja. Om welke ingooi gaat het? Ja, het is de ingooi van Anton Guy, de rechtsback van Ajax. Lag een beetje onder vuur de laatste weken. Maar gisteren tegen Sparta deed hij dit. Ajax heeft echt een moeilijk seizoen, hè? Ja, maar ik vind het ook wel weer slim. Want bij Ajax weten ze, wij zijn beter zonder bal. En dat is wat hij hier probeert. Ja, slim, ja. Dan nog nieuws van vandaag, want het Nederlands elftal heeft een nieuw shirt. Ja, het nieuwe tenue dat is vandaag gepresenteerd. Dat wordt ook het shirt waar Oranje in gaat spelen op het EK van komende zomer in Duitsland. En de vorige keer dat het EK in Duitsland was, toen werd Nederland Europees kampioen in 1988. Maar de KNVB die wilde niet in het nieuwe design naar dit gewonnen toernooi verwijzen. Zelfs geen stiekeme knipoog. Zelfs geen stiekeme knipoog? Ja, en ik vind het eigenlijk ook wel goed. Want het EK van 88, dat wordt nu al 36 jaar nostalgisch uitgemolken. En op een gegeven moment moet je ook zeggen van het is klaar, we gaan nu weer door als land. Maar nu dus met een nieuw tenue. Oké. Okay. Dus geen gedweep meer met het EK 88. Ja. Prima, hoe ziet het eruit? Nou, daarvoor kunnen we even kijken naar het officiële filmpje waarmee de KNVB het shirt vandaag presenteerde. ...1988. Iconisch. We weten hoe het ging. Oh, de goal! Wat een goal! En dit is waar het begon. Nu is het jouw beurt. Ja, mooi, die subtiele verwijzing naar het EK van 88. Hè. Ja, dit was even een stiekeme knipoog voor de oplettende kijker. Ja. Dan gaan we nog even naar de dag van morgen. Want dan spelen de vrouwen van Ajax in de kwartfinale van de Champions League. Ja, ze spelen tegen Chelsea. Dat is de koploper in Engeland. Het wordt lastig. Maar Chelsea heeft wel wat minder rust gehad. Want hun wedstrijd die begon vrijdag een half uur te laat. Ze speelden tegen Arsenal. Maar die wedstrijd begon dus een half uur later omdat Arsenal in witte kousen het veld opkwam. Dezelfde kleur als de sokken van Chelsea. Dat is natuurlijk altijd gênant als je ergens komt en je hebt allebei hetzelfde aan. En ja, dan zouden beide teams dus met witte sokken spelen. Ja, dan wordt het wel weer heel wit allemaal. Precies. Ja. Dus Arsenal moest andere sokken aandoen, maar die waren er niet. Dus uiteindelijk moesten ze blauwe sokken van Chelsea gaan kopen in de fanshop. Ja. Waarom is het allemaal weer zo slecht geregeld? Ja, dit is een beetje traditie. En morgen wordt dus ook interessant, want dan speelt Chelsea tegen Ajax. En Ajax heeft ook witte sokken. Dus we krijgen precies hetzelfde probleem. Dus nou, even een tip voor de fanshop van Ajax. Over 24 uur staan er dus 22 Britse vrouwen voor de kassa. En als je nu de prijs van blauwe sokken verhoogt naar 5000 euro... dan loop je helemaal binnen en dan kun je voor het mannenteam een rechtsback kopen die kan ingooien. Briljant idee. Dankjewel, Diederik Smit. En dit was... Wisten jullie dat? Voor een gevarieerd mediadieet is het van belang dat je minstens 30 minuten per dag NPO Start kijkt. Doe het nu.